En die gaf me dus te kennen. Um, je kunt gewoon je verhaal doen. Er, er gaat niks naar buiten zeipelen. Dus toen kon ik me inderdaad overgeven. En vertellen dat het thuis niet loopt. En ik eigenlijk niet weet wat ik moet. En als je me vraagt, wat is het verschrikkelijkste dat je ooit is overkomen in je leven? En dan is het het moment dat ik mijn kinderen bij elkaar moest roepen om ze te zeggen: we gaan hier weg. En weet je wat zo lastig is? Ik ga weg omdat ik niet gelukkig ben. Maar ik sleep ze daar wel in mee. Het enige wat ik wist is dat langzaam de vragen begonnen binnen te druppelen. Mama, um, ga ik mijn vriendjes nog zien? Mag ik op die school blijven? Ik had een beste vriendin. En die zei ooit eens tegen mij. Als ik ooit ga samenwonen, wil ik die uitstraling van jou hebben. En toen dacht ik, oh my God, zal ik er nu vertellen? En dat heb ik niet gedaan. Jaren later heb ik er uiteindelijk verteld wat mij bezig hield. Ik heb toen nog die pet zeg maar, die pet van kijk mee en uh, alles is oké. Okay. Die pet die wilde ik zo lang mogelijk ophouden. Met andere woorden, ik noemde het naar de buitenwereld toe, was mijn leven perfect. Het was geweldig. Um, en vooral, omdat mensen me, vooral als mensen me vroegen, en, want ik had een relatie en iedereen vroeg me, en wat doet je man? zei ik, hij is jurist. En dat vond ik helemaal geweldig. En dan zag je mensen echt kijken van, oh zo. So. Maar diep in mijn hart wist ik, die relatie loopt niet. En eigenlijk gaat het niet eens erom wat niet loopt. Wat bij ons het geval was, is dat we heel veel ruzie maakten met elkaar om allerlei kleine dingetjes. Niet meteen hoor, want ik bedoel, de relatie is, ik bedoel, als je met elkaar uh, connect, is er altijd iets. Iets dat je samenbrengt. Maar onderweg zijn we elkaar kwijtgeraakt. En ik wilde daar niet aan toegeven, want ik had het perfecte plaatje had ik als, uh, had ik van mijn ouders meegekregen. En dat is tot de dood ontscheid. En ik dacht, dat ga ik ook doen. Terwijl diep in mijn hart wist ik dat is, het, het is het niet het is het, het, het is het niet meer. En ik zat te worstelen. En toen dacht ik: de buitenwereld ziet het niet. Want als mijn beste vriendin mij vraagt, mij zegt: Ik wil er ook zo uitzien als ik een relatie heb. Dan dacht ik: Nee. Nu hou ik niet alleen haar voor de gek, maar ik hou mezelf voor de gek. En dat wil ik niet meer. En dat was het punt waarbij ik dacht: Nu moet ik gaan, nu moet er iets gebeuren. En dat was een hele eenzame weg. Want uh, Oprah Winfrey noemt het het aha moment, het moment waarop je denkt, um, dit is het niet. En dan moet je gaan toegeven, toegeven dat het niet werkt. En ik begon, ik uh, was op een gegeven moment weer in Nederland, ik ging iedere keer naar de dokter, dan had ik pijn hier, pijn daar, ik werd doorverwezen, ze konden niks vinden, maagpijn. En uh, nu achteraf bedenk ik dat, dat die maagpijn eigenlijk gewoon stress was. Het was hij zo gek dat hij niks kon vinden. En die dokter, die, die dokter was eigenlijk degene, ja, zo noem ik dat, dat weet hij niet, maar die was eigenlijk mijn redder. Want die heeft mij op een gegeven moment gevraagd, gaat het goed thuis? En tot vandaag heb ik hem geen antwoord gegeven. Ik heb alleen maar gehuild. Ik heb zoveel gehuild en ik denk dat dat voor hem voldoende was om te begrijpen dat er iets niet klopte. Toen heeft hij me doorverwezen naar de maatschappelijke werkster. En ik wist dat geheimhoudingsplicht. Alhoewel, ik was. Ja, ik wist nog niet zoveel over Nederland. Ook niet over geheimhoudingsplicht. Um, ik was best wel timide en zij voelde dat ook. En die gaf me dus te kennen. Um, je kunt gewoon je verhaal doen. Er, er gaat niks naar buiten zijpelen. Dus toen kon ik me inderdaad overgeven en vertellen dat het thuis niet loopt. En ik eigenlijk niet weet wat ik moet. Want ja, ik dacht dat Surinaamse toch? Als je hier weggaat uh, bij je man, waar ga je naartoe? Dan ga je naar je moeder onder de osso. Dat, ik dacht dat gaat me niet gebeuren. Maar het bleek dus dat uh, een best wel goed vangnet in Nederland is. Dus toen heeft die, me, hebben ze, heeft die maatschappelijk werker heeft me heel goed uh, opgevangen. Ik heb goede gesprekken kunnen hebben, vooral gesprekken zonder masker. Uh, want dat is dat, wat, dat, is dat wat, wat, wat wij mensen doen, hè. Kijk mee En dat hoefde er gelukkig niet. Dus ik keek zelfs uit naar die gesprekken. En dat was eigenlijk best wel een eenzame strijd. Want um, als ik daar ging, kon ik filteren. Alleen mijn hoofd was vol. Want ik moest eigenlijk alle pijn, alles dat niet lekker ging, moest ik daar blootleggen. En ik moet je eerlijk zeggen, vandaag had ik ook hoofdpijn, hoor. Ik had heel veel hoofdpijn. Omdat als, je, uh, als dingen jou kwetsen. Tenminste, ik ben heel sterk om het in die rugzak te gooien. En als ik hem in die rugzak gooi, dan trek ik die rits ook dicht. Maar het is ook voor mij, tenminste, werkt het heel goed. Maar omdat ik jullie wilde inspireren, dacht ik, ik moet nu weer even... <laughs> ik moet even naar die tas. Ik moet naar die tas en ik moet hem open scheuren. En um, ik moest echt gaan graven. En toen ik ging graven, toen dacht ik, oh god, ben ik al deze... Pittige momenten, hoe, hoe heb ik dat overleefd? Hoe ben ik door deze watras? hoe ben ik door deze water gegaan? Nou, door die, uh, die maatschappelijk werker heeft me dus goed op weg geholpen. Uiteindelijk de psycholoog, uh, daar heb ik ook heel goede gesprekken mee gehad. En die hebben me op weg geholpen, die hebben gezegd, er uh, is een goed vangnet, we gaan voor een huis, je, gaat, je komt in aanmerking van een woning. Nou, toen had ik een woning, zou je denken, walhalla, maar dat was het niet. Want nu zou het pas gebeuren. En dat is, hoe ga ik tegen mijn kinderen zeggen dat we hier wonen, hier hun thuis is, en dat we ons straks moeten verkassen naar ergens i don't know where. Weet je hoe immens dat is? Vooral als ik ze, als ik ze zag spelen en dan dacht ik, ik moet ze straks zeggen dat jullie hier niet meer gaan spelen. Dat we straks naar ergens anders moeten. Nou, uiteindelijk ben ik naar dat huis gegaan. Het zag er niet uit, dus ik aan het verven. En terwijl ik aan het verven was, heb ik heel veel gehuld. Want ik moest dat huis, eigenlijk was het, een, was het een huis, moest ik me thuis gaan maken. En hoe maak je het je thuis? Gewoon vreemd gebouw. Ik ken daar niemand. Die omgeving was, was, daar was ik al helemaal thuis. Ik kende de hele omgeving. En toen dacht ik, nu moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ik was al uit Suriname vertrokken naar Nederland. Ik had al alles achter me gelaten. En toen was ik nog een keer dat proces in. Dus ik had zoveel drempels. Maar terwijl ik bezig was, um, begon het zichzelf vorm te geven. En dat is uh, doordat je huilt, eigenlijk. Huilen zie ik als hele. Want naarmate ik huilde en bezig was, begon... Dus niet alleen dat ik huilde, want als je aan het verven bent, dan zie je het ook, zeg maar lelijk, zie je het mooi worden. Het begon een beetje mijn eigen te worden. Ik zag het al zitten. Daar ga ik dat neerzetten, daar ga ik dat. Mijn kinderen in hun kamer ga ik zo doen. Maar ik moest met mezelf praten om dit huis mijn, thuis, mijn nieuwe thuis te laten worden. Want als ik er niet voor zorgde dat dit ons nieuwe thuis werd, zouden mijn kinderen dat ook, ook niet zo oppakken. Dus toen ik pas wist ik accepteer dit, weet je, ik ga het om, om, omarmen. Toen pas dacht ik, nu is het de tijd om mijn kinderen te gaan melden, dat we hier weg, weg gaan moeten. En als je me vraagt, wat is het verschrikkelijkste, dat je ooit is overkomen in je leven, en dan is het het moment dat ik mijn kinderen bij elkaar moest roepen, om ze te zeggen, we gaan hier weg. En weet je wat zo lastig is? Ik ga weg omdat ik niet gelukkig ben. Maar ik sleep ze daar wel in mee. Maar aan de andere kant ook weer niet, want um, daar blijven is ook je optie. Want die grimmigheid, die ruzie, die, die, die vibe die dan daar heerst, dat is ook niet gezond voor kinderen. Want ik zal je wel eerlijk vertellen, mijn familie die wist dit, die hadden het al lang gezien. En die hebben ook met me gesproken, want ik heb gelukkig hele goede mensen om me heen. Vraag hele inspirerende mensen en die hebben tegen me gezegd, echt zo, niet, niet ga weg, maar zo van ga je blijven? En ik heb ze heel duidelijk gezegd, want ik kan wel, wat ik soms echt heb, is dat ik hele sterke meningen heb. En ik heb ze gezegd, ik ga hier niet weg, zolang die kinderen niet 18 zijn. En achteraf hoorde ik dat ze tegen elkaar zeiden, oh, gaat ze dat, hoe, hoe houdt ze dat vol? Uiteindelijk heb ik dus gelukkig het licht gezien toen ze rond de 4 en 8 jaar oud waren. En ze waren zo klein. Um, ze hebben op dat moment hebben ze eigenlijk niks tegen me gezegd. Ze waren stil. Maar nu probeer ik eigenlijk als volwassene in hun hoofd te gaan. Als je moeder tegen je zegt, we gaan hier weg. We moeten ergens anders gaan wonen. Wat gaat in zo'n kind om? Het enige wat ik wist is dat langzaam de vragen begonnen binnen te druppelen. Mama, um, ga ik mijn vriendjes nog zien? Mag ik op die school blijven? Um, het zijn zulke simpele dingen, maar wel hele belangrijke dingen. Want ze zijn wel, het zijn wel hun vriendjes. En ik bedoel, je groeit op met de omgeving waar je, waar je woont enzovoort. Nou, in ieder geval uh, begonnen de vragen binnen te druppelen. Toen heb ik ze meegenomen naar hun nieuwe thuis, naar dat, dat nieuwe huis. En wij zijn gewend in Suriname om op de, op de vloer te gelijk vloers te wonen. En ik moest ineens vijf hoog. Ah, en toen dacht ik: Oh god, ik zag alleen maar rampscenario's. Ik dacht: Oh, mijn kinderen gaan naar beneden vallen. Um, maar toen we op, het, op de galerij liepen, toen zei de oudste: Ik kom hier niet wonen hoor. En toen dacht ik: Oh my god. Ik werd die: Oh my god, heb ik meteen omgezet. Ik zeg: Het geeft niet. Als je het niet meteen leuk vindt. Maar dit wordt wel onze nieuwe thuis. En ik ga ervoor zorgen. Dat jullie je hier thuis gaan voelen. Je kamer krijgt een leuke kleur. Zeg maar wat je wilt. Wat voor dekbed wil je hebben. Dus zo begon ik zeg maar, een beetje kindertaal met ze te praten. En ik zag langzaam want het punt is. Omdat ik me zo gedroeg. Maar ook zo voelde. Want ik had inderdaad het nieuwe, nieuwe thuis. mijn nieuwe, mijn nieuwe huis. Dat heb, heb ik omarmd als thuis. Hebben die kinderen dat ook zo opgepakt. En toen begon ons nieuwe leven daar. Want toen heb ik ze meegenomen. En... Ik werkte fulltime, met hele strikte instructies, want ik had, ik stond er alleen voor, ik kwam ik zoveel op me af, ik had nog nooit iets, ik wist niks van financiën, uh, dat deed mijn ex, ineens moest ik de financiën runnen, um, ik vergeet nooit de eerste maand, toen ik een keer naar de kassa ging, toen had ik een hele maand vol met spullen gehaald, een beetje af, zo op de automatische piloot, like before, uh, terwijl het juristensalaris valt weg. Ik heb nu gewoon alleen een kleine, klein beetje money. Maar waar ik geen rekening mee hield. Er zoveel, waren zoveel dingen om rekening mee te houden. Kinderen moest ik geruststellen. Um, ik moest me thuis voelen. Uh, mijn verdriet mocht ik niet, wilde ik niet tonen. S avonds huilen. Uh, nou, toen ging ik naar de kassa. En toen ik wilde afrekenen. Twee keer draaien met die pinpas. Geen saldo. Dat was zo gênant. Dat is me één keer overkomen. Toen is het me nooit meer overkomen. Toen ben ik gaan leren om om te gaan met geld. Um, uh, er komt in ieder geval zoveel op me af. En uh, het geldgedeelte. Ik ben heel erg koopgraag wat kleding betreft. Ik wil er altijd goed uitzien. En als vriendinnen me vroegen, ga je mee, we gaan shoppen? Zeg ik nee, um, ik moet. En dan verzon ik iets wil ik eigenlijk gewoon geen geld had. Dus met al dat soort skills moest ik leren omgaan. Toen ik dus, toen ik dus alleen met ze in huis was, onze nieuwe omgeving. Dan gaat het echt, gaat het echt eigenlijk pas beginnen. Waar gaan we uiteindelijk belanden? Want we zijn nu eigenlijk, nu dacht ik bij mezelf, nu ben ik een hoopje. Hoe ga ik ervoor zorgen dat deze kleine kinderen zo min mogelijk last gaan hebben van deze scheiding, van deze verhuizing. En weet je wat zo lastig is? Um, aan de ene kant ben je boos, maar aan de andere kant uh, je bent boos, je bent teleurgesteld, maar aan de andere kant moet je ook sterk zijn. Dus het is dubbel. Hoezo moet je sterk zijn? Uh, eigenlijk wil je het liefst als er geen kinderen zouden zijn, had ik gewoon de gordijnen dichtgetrokken en een paar dagen opgesloten. Maar voor hun of om hun moet je toch elke dag opstaan. En je werd gepresenteerd. Dus ik heb best wel veel gehuild. Maar ik huilde altijd in de kamer waar het niet zichtbaar was. En toen dacht ik bij mezelf: waarom mogen ze mijn tranen niet zien? Waarom mogen ze niet zien dat ik verdrietig ben? En alles maar koek en ei laten, laten, uh, zeg je dat, laten blijken. Dus toen heb ik niet altijd, maar af en toe hebben ze mijn tranen, hebben ze, hebben ze mijn tranen gezien. En kinderen mogen weten dat er verdriet is. Omdat. Uh, als je ervoor zorgt, dat had ik al uh, eerder gezegd, als je ervoor zorgt dat alles een beetje in balans is, dan is alles te behappen. Dus bij wijze zeggen, niet alleen maar verdriet laten zien, of niet alleen maar vreugde. Als je net een beetje die balans laat zien, dan, dan zien zij ook die werkelijkheid. Want om alleen maar die perfecte moeder te zijn, dat, dat, dat past niet, dat, dat klopt niet. Dus zij zag me regelmatig huilen, en dan kwamen ze naar me en dan het enig enige wat ze dan deden, is hun hand op mijn schoud, schouder zetten. Maar dat deed ik niet te veel. Want ik ben van nature een vrij sterke vrouw en ik weet negativiteit heel goed om te zetten in uh, iets positiefs. Dus in die periode dat ik dus met, alleen met ze was, ben ik gaan nadenken, uh, los van het veel huilen, ben ik ook gaan nadenken. Wat wil ik? Wat vind ik leuk? Dus toen dacht ik: van, Weet je wat, ik vind tennissen leuk, ik ga weer tennissen. Had ik een hele goede kennis die had tegen me gezegd, uh, omdat ze wist dat ik weinig te besteden had. Die zegt: Je krijgt een jaar mijn dochter, die gaat een jaar voor jou oppassen als jij wil gaan tennissen. Dus zo kon ik gaan tennissen zonder dat het mijn geld kostte. En als ik ging tennissen, leefde ik weer helemaal op. Ik, zag weer, ik begon nieuwe mensen te leren kennen, want mijn wereld was, weer, was klein geworden. Dus ik moest er weer voor zorgen dat ik weer ging leven. En zo begon het langzaam, begon langzaam, mijn nieuwe leven langzaam weer vorm te krijgen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zat een keer in de speeltuin, kwam er een moeder naar me toe, zei ben je hier nieuw? En we hadden een hele goede klik. En je gelooft het niet. Van dat ene gesprek zei ze tegen mij, ga je op vakantie? Ik zeg nee, ik denk vakantie. Er is geen geld. Dus toen zei ze tegen mij, weet je wat, ik ben een beetje verwend. Ik ga op vakantie. Ik heb een camper, die staat, die staat dan uh, leeg. Als je het leuk vindt, mag je erheen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en ik heb mijn mensen verteld, die vakantie was zo regenachtig. Mensen klagen altijd als het regent, van het is regend en het is vies. En het was die hele, ja, die hele week, had het alleen maar geregend, maar wij hadden de tijd van ons leven. Die kinderen hebben genoten van het zwembad daar, spelen met andere kinderen, we noemen het uh, in de modder lopen, want camping is zeg maar is net als wanneer je hier naar het binnenland gaat. Genieten, weet je, echt kind zijn. Weet je wat zo um, so, mooi is, is dat we die oversteek van ons, zeg maar, miserabel, of van mijn miserabel besluit, die scheiding, die oversteek hebben kunnen maken naar ons leven op een goede manier vormgeven. En dat begon echt body te krijgen. Ik zag mijn kinderen opvleuren van bijvoorbeeld mijn zoon, die zeg maar stil was op school. Uh, ik zag hem weer opleven, want ik ging iedere keer naar school. Om te vragen hoe gaat het nu? Want weet je wat zo belangrijk is bij scheiden? Het is niet van we zeggen scheiden en uh, die papieren zetten we in de kast en het is klaar. Nee, scheiden is eigenlijk elke dag werken aan morgen, aan die toekomst. En vooral een visie hebben: waar wil waar je naartoe? En ik had een visie. Mijn visie was: ik ga van deze twee kinderen ga ik twee sterke persoonlijkheden maken vooral uh, aangenaam want ik had om me heen gezien dat mensen niet altijd ver waren, maar ik dacht, ik kijk niet naar anderen, ik kijk naar wat ik kan brengen en dat is um, ik, 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 ik wilde dat als deze twee kinderen later met jou in contact komen dat je moet denken van hmm, goed opgevoed dat was mijn missie en hoe heb ik dat gedaan um, door middels verhalen ja, het is heel gek, maar eigenlijk heb je 365 dagen de tijd om te werken aan die opvoeding. Want weet je wat het is? Um, wij mensen wijzen we te veel naar die. Die heeft dat niet goed gedaan, die moet zo, die moet zo. Toen dacht ik: Nee, 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 nee. Niemand. Ik. Nee, ik was wat dat betreft was ik echt een high. En dat is de gymleraar, de scouting. Daar gaan ze om te ontspannen of te knopen leren maken. Bij de, bij de, bij de judo gaan ze om te leren vallen. Of noem maar op. Weet je dat wat ze moeten doen. Maar, I'm in control. Ik ben degene. En ik was heel alert. En dat is: als je naar de training gaat, niemand zit aan je. Iemand had ooit tegen me gezegd: toen ik dat gezegd heb, ja, je maakt je kinderen bang. Ik zeg, nee, ik maak mijn kinderen alert. Ik maak ze scherp. Want deze wereld... Ik ben, niet, ik, ik ben, ik ben geen, absoluut geen doemdenker, maar ik ben wel bewust. En als je er niet over praat... Want weet je wat het is? Als je er niet over praat, dan is het alsof het, dan is het er niet. Ik wil dat niet. Ik wil het juist benoemen, zodat als het komt... Dat je niet denkt, van, wat is dit? Kijk, stom voorbeeld. Ik moest zo'n keer meehelpen rijden op school, want ik was, omdat ik thuis was heb ik um, die tijd zo optimaal mogelijk gebruikt om er voor mijn kinderen te zijn. Maar ik heb me ook dienstbaar gesteld voor bijvoorbeeld um, als, er, als kinderen gereden moesten. Als de kinderen zeg maar, op school naar een evenement moesten, zeg maar, naar de dierentuin, of naar, dan vroeg, vroeg de school aan ouders wie willen rijden. En dan zei ik, oké, okay, ik wil, ik ben er toch. Dus zo heb ik me dienstbaar gesteld. Maar... Wat er toen gebeurde is dat die kinderen in mijn auto werden neergezet. Ze zetten nooit je eigen kind, je kreeg altijd andere kinderen mee. Dus mijn auto was vol met kinderen. Dus toen ik in die auto was, heb ik gezegd, oké, okay, we gaan naar uh, zeg maar, Artis. Aan alle kanten van de auto zitten er hamers, van die ha hamers. Ik zeg, uh, als we in het water, als, we, uh, als mochten we in een uh, sloot belanden... Of in, de rief, in, in een sloot of wat dan ook. Ik zeg, tik die ramen open. Ik zeg, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk uit die auto gaat. En dan keek ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. En ik zag ze echt kijken van, is zij gek? Nou, niks gezegd. Blijkt dus dat die kinderen naar school gegaan zijn. En mijn zoon komt woenen thuis en zegt, mama, de hele school zegt dat je gek bent. Hij zegt, of, of die kinderen, nou ja, niet de hele school. Die kinderen die zeggen van, uh, die moeder van Bert, uh, heb je gehoord wat die moeder van Bert gezegd heeft? Tik die ramen in en ga zo snel mogelijk uit die auto. Zo van... Moeten we onszelf redden? Ga jij dat niet doen? En toen heb ik tegen mijn kinderen gezegd, zie je, dit is wat ik bedoel. Ouders, uh, ik kan ja, niet zeggen dat iedereen dat doet, maar dit is meer een kleine indicatie. Hoe ouders voorzichtig en met goede go handschoenen met kinderen omgaan. Terwijl ik dat niet deed, ik maakte ze bewust, ik maakte ze weerbaar. En dat is wat ik wil aangeven met hoe anderen ermee omgaan en... Om, en, en dat deze kinderen, uh, want ik, uh, deze kinderen daarom schrokken van mij, van mij, um, van mij, hoe zeg je dat, van mij waarschuwing in de auto. Kijk, een simpel voorbeeld is ook, um, er zijn altijd van die gekken in, uh, in, uh, in Nederland die bijvoorbeeld bij de speeltuin komen zitten. Hoe noem je dat, uh, die die kinderen misleiden en dan meenemen. Ik wilde dat ook tegen mijn kinderen zeggen, maar die, die zitten ook bij speelba speelbakken. Maar ik deed het op een andere vorm. Ik, zei dan, ik las elke dag de krant en dan stond het helemaal niet in de krant. Maar dan zei ik van, uh, oh, zo, so, weet je wat ze nu doen? Ze vragen nu aan je, uh, ga je mee, uh, want ik ben mijn kat kwijt. Wat ik eigenlijk deed, is in verhaalvorm mijn kinderen eigenlijk instrueren. Want je weet zelf dat als je tegen iemand zegt, ga daar niet, ze gaan juist. Maar ik dacht, ik ga het in een andere vorm gieten. En dat is in verhaalleen. En die verhalen hebben ze. ...eigenlijk opge... Zeg dat, ...geabsorbeerd, want... ...soms las ik de krant... ...en dan vroegen ze, heb je nog iets? <laughs> ja, dus eigenlijk zo van... Uh, is, er nog, ...is er nog iets gebeurd? Dus updaten hè. Dus eigenlijk heb ik spelenderwijs... ...heb ik mijn kinderen... ...toch nog... ...die skills meegegeven die ze nodig hebben. Ik had gezegd dat ik gestopt was met werken, waardoor ik... Uh, ...ik was bewust gestopt met werken... ...omdat ik, uh, ik merkte dat het verschil tussen werken... ...en een uitkering niet zo groot was. Dus toen dacht ik, in Nederland praten ze over een uitkering van, nah, een uitker maar toen dacht ik, ik ga niet kijken naar wie wat, ik kijk naar wat voor mij belangrijk is, en wat bij mij past. En op dat moment paste dat bij mij. Omdat uh, ik wist dat ik minder te besteden had, maar ik had wel tijd over. En die tijd, die zou ik besteden aan mijn kinderen. En weet je wat het is, Mensen onderschatten het. Maar kinderen hebben geen geld nodig. Kinderen hebben warmte, aandacht en liefde nodig. Deze drie. En die had ik. Die had ik omdat ik die tijd had. En dat heb ik omgezet in uh, een zijn... En hoe was ik er voor ze? Soms hoef je, er, hoef je niet eens iets te doen. Hè? Soms moet je, moet je er gewoon zijn. Maar ook echt zijn. Dus als ze thuiskomen om een boterham te eten, maak je een broodje en je zit. Maar ze moeten ook echt voelen dat je er bent. Hè? Dat je er voor ze, voor ze bent. En dat is wat ze voelden. En uh, dat heb ik dus, zo heb ik dat gedaan. Ik was er altijd voor ze. Um, maar ook in complimentjes geven. Um, weet je, als ze uit de kamer kwamen. Maar ook echt, hè? Want als er iets is, maar dat hoor je denk ik ook aan me. Als het gaat om mijn kinderen. Iemand heeft, uh, afgelopen december heeft uh, iemand, vijf, uh, voorzitter een gedicht voor me gemaakt. En dat gedicht ging echt. Dat gedicht begon met. Als je aan de kinderen komt. <laughs> dus dat is, loopt als een rode draad. Loopt dat door mijn hele leven. En dat vind ik zo belangrijk. Omdat, weet je, We kiezen voor die kinderen. En we moeten ervoor zorgen dat ze zo onbeschadigd mogelijk die oversteek maken naar volwassen zijn. En hoe doe je dat? Nou, ik heb het zo goed en zo kwaad mogelijk. Ik ben niet perfect hoor, want kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, waar ik me voor schaam, is bijvoorbeeld als ik moeder zie pannenkoeken maken, of koekjes zien maken, dan kan ik soms een traantje laten, want dat heb ik niet met mijn kinderen gedaan. Weet je, ik ben daar de moeder niet voor. Om te gaan zitten van, kom, we gaan nu uh, uh, eieren uh, uh, breken en uh, blond mixen. De, de, die moeder ben ik niet. Ik ben die andere. Ik ben, ik ben die moeder die, die achter ze staat. Dat als ze thuiskomen en ze zeggen, ze zijn gepest geworden door A, dan ga ik die protocol volgen. Zoals Nederland dat van je vraagt. Praten met de juffrouw, dan kom ik één keer praten. Maar zij praten heel veel. Dus ik dacht. Jij hebt geen idee hoe ik timmer aan de weg met deze kinderen. Dus, ik kom, ik volg dan de protocol, één keer praten, maar als ik merk dat zo'n kind nog steeds, dat mijn kind nog steeds last heeft van zo'n kind, dan ben ik er. En niet gewoon, ik ben er echt. Om te laten zien dat ik er ben. En ik kom niet ik kom om je af te maken, maar ik kom wel om je te laten zien van niet komen, niet, met andere woorden, kom niet aan mijn opvoeding. Want ik steek te veel tijd en het is vooral omdat mijn opvoeding heel bewust was. Hè? Net wat ik zeg, um, net wat ik, zeg uh, ik laat het niet over aan uh, die en die en die, ik doe het. Dus je moet geen route in mijn, in mijn, hoe zeg je dat? Je moet mijn proces niet komen verstoren. Door, want je ziet, je ziet het, 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 op tv soms dat mensen komen en zeggen: ze hebben, zijn ze vaak 50, en dan zeggen ze: toen ze acht jaar waren, waren ze gepest. Ik denk dat gaat mij niet gebeuren, dat mijn kind last gaat hebben van iets van toen. Nou, ik ben een keer mijn kinderen gaan ophalen bij hun vader, want ik heb ervoor gezorgd dat de vader altijd in beeld was. Want die verscheidingen, ik snap er helemaal niks van. Die kinderen hebben een vader en een moeder nodig. En hoe goed je ook probeert vader en moeder tegelijk te zijn, als die vader er is, gun ze dat. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb ze die vader gegeven. En dat was zo fantastisch. Dat is nu. Nu ben ik in Suriname. Waar denk je dat ze zijn bij die vader? Als ik toen, twintig jaar geleden, niet voor die harmonie had gezorgd en een verscheiding was ingegaan, denk je dat dit zou gebeuren? Dus alles heb ik met beleid gedaan, met, vooruit, met ver vooruit te denken. En dit is het resultaat. Ik zag er goed uit. En uh, ik heb genoeg aandacht gehad. Maar ik heb ook genoeg gehoord om me heen. En ik wil, niet vanuit ik wil niet van negativiteit uitgaan. Maar ik dacht, als ik een man in huilt, in huis haal, ik weet niet wie die is. Iedereen doet zich goed voor. Geweldig. En natuurlijk, er zijn genoeg gezinnen waarbij, we noemen het tweede leg, waarbij een, een man komt en ze beginnen een nieuw gezin. Er zijn genoeg voorbeelden. Maar ik dacht, er zijn ook geen goede voorbeelden. En als ik in die groep beland omdat ik een man in huis haal die bij wijze van zeggen aan mijn kinderen gaat zitten. Ik zag het al voor me. Ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Weet je wat? Ik ga het zeker voor het onzekere nemen. Er komt geen man in dit huis. Maar dat had ik met mezelf afgesproken. Maar ik wist niet dat het zichtbaar was. Want een keer zat ik op een feest. En toen zijn een vriendin van mij. Daarom bewonder ik Lita. Ze heeft nog nooit een man meegenomen naar huis. Wat ze eigenlijk wil zeggen. Is dat ik mijn kinderen heb beschermd tegen wie dan ook. Dus ik heb niet eens een kans genomen. Niet. En af en toe, als mijn kinderen naar hun vader waren, dan ging ik de hoort op, dan wilde ik wel eens iemand kennen, maar dat was allemaal buiten hun zicht. Ik wilde hun zicht niet vertroebelen. En vooral wilde ik voor die rust zorgen thuis. Ik kan grasgroen worden als ik hoor dat moeders of vaders. Dan A en dan B. Weet je, die kinderen hebben al een scheiding achter de rug. Het is al troebel. En dan kom je met een nieuwe. En dan, want weet je wat het is? In, in, in dit soort, bij dit soort gevallen. Die volwassenen passen zich niet aan aan dat kind. Dat kind moet zich aanpassen aan die volwassenen. Dus zie je ziet al, dat kind moet zich aanpassen aan mama. Die moet zich aanpassen aan papa. Dan komt er een nieuwe. Een nieuwe papa of een nieuwe mama. En toen dacht ik: nee, dat gaat mij niet gebeuren. En weet je, ik ben zo blij dat ik dat niet gedaan heb omdat mijn kinderen nu uh, even kijken, 25 en 29 zijn, volwassenen. En ik heb ze die rust gegeven, die rust die een kind nodig heeft om, om op te groeien. En je zou kunnen zeggen: Ja, maar waar blijf jij? Ik was er ook, dus maak je om mij geen zorgen. Maar belangrijk, Mijn Rode Draad was: Mijn kinderen ervoor zorgen dat zij. Zo ongeschonden mogelijk, ik zeg ongeschonden, want zo helemaal perfect zal het nooit zijn. Want je hebt ze toch uit een vertrouwde omgeving weggerukt Maar hoe ga je ervoor zorgen dat ze zo ongeschonden mogelijk die oversteek maken? En als je mij vraagt: Is het je gelukt? Ik weet niet van anderen, maar ik zeg dat het me gelukt is. Als ik naar mijn kinderen kijk, als ik naar het resultaat kijk. Wat ik wil aangeven, wat ik wil zeggen tegen ouders die aan het scheiden zijn: het ziet er heel erg donker uit. Het ziet er uitzichtloos uit. Maar geloof mij, kijk naar mij. Zie ik eruit alsof ik eronder doorga. Maar het komt niet vanzelf. Je moet eraan werken, elke dag weer. Het is makkelijk om te layback. Maar we gaan moeten werken. We gaan moeten struggelen. En vooral keuzes maken. En mijn keuzes waren, iedereen doet het voor zichzelf, maar mijn keuze, mijn rode draad, waren mijn kinderen. En uiteindelijk hebben zij mij ook meegetrokken. Want omdat zij, ik er moest zijn voor hun, had ik geen tijd om weg te zakken. Het is makkelijk om weg te zakken. Dus neem het mee. Ik heb alle tijd van de wereld nu. Ze zijn groot. Ik kan nu lekker lang in Suriname zijn. Uh, ik kan al, deze lach die ik heb, die kan ik, al, die kan ik alleen hebben als ik weet dat mijn achterbaan goed zit. En dat zijn mijn twee jongens. Meer heb ik niet nodig. En die zitten goed. En dat kan ik opleven. Want iemand zei, uh, ik ben nu aan het scheiden. Lita, is er nog hoop? Ik zeg, er is hoop. Kijk naar mij. Uh, ik ben nu aan het vloggen. Dus volg mij op YouTube en op Facebook. De woman next door. Mijn verhalen, niet alleen over scheiden, maar over alles, over relaties, over familie, over vrienden. Ik wil inspireren, ik wil mensen, want dat is waar ik goed in ben. Ik wil mensen, middels mijn vlogs, middels mijn verhalen, wil ik hun leven positief beïnvloeden. Hi, ik ben Lita Gunter. Gescheiden. Moeder van twee zonen. We zijn door een heel moeilijk proces gegaan. Maar we zijn eruit gekomen. En we zijn sterk eruit gekomen. Dat was mijn life experience.